Hallo stripvrienden en vooral eventjes robbedoesvrienden. Zoals ik een tijdje geleden al heb aangekondigd, zouden er wat video's gaan komen over robbedoes, mijn favoriete stripfiguur. En de eerste staat er online. En ik ben eigenlijk volop bezig met de voorbereidingen voor de tweede. Alleen ja, toen gebeurde er iets wat een schok gaf door de hele stripwereld heen. En ja, iedereen had even zoiets van, wow, wat nu? Want op 5 oktober is Philippe van der Velde, die natuurlijk beter bekend is als Tome, onverwachts overleden. En wauw, dan sta je wel even te... Goed. Dan weet ik even niet wat ik moet zeggen. Ik was ziek die dag, of eigenlijk de dag daarna. En ik open op een gegeven moment mijn telefoon en echt op alle social media zag ik het nieuws voorbij komen. Ik had echt zoiets van, wow, dat meen je niet. Ja, en toen had ik toch wel zoiets van, dat is best wel heftig. Want Tome en Jandri zijn naast Franquin toch wel mijn favoriete robberdoesmakers. En ik denk niet dat dat alleen voor mij geldt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat heel veel mensen die periode zeker fantastisch vinden. Omdat die twee mannen, eigenlijk drie, maar daar kom ik zo meteen op, zulke fantastische verhalen hebben gemaakt. En ze zijn er natuurlijk al wel mee gestopt. Dus het is niet zo dat we nu met het overlijden van Tome geen nieuwe verhalen meer kregen. Want die kregen we toch al niet. Maar aan de andere kant betekent het wel voor een aantal andere reeksen dat we daar geen nieuwe verhalen meer zullen gaan krijgen. Verwacht ik eventjes. Tenzij iemand anders de reeks overneemt. Dat zou nog kunnen, maar ik weet het niet. Ik was bezig met dat hele robberdoesproject van mij. Want dat was niet alleen maar die ene video. Er zouden er meer komen, had ik gezegd. Maar dit was niet de volgende in de lijn. Ik had deze eigenlijk voor een later tijdstip gepland. Want ik wilde juist eerst even aandacht schenken aan wat andere zaken uit de wereld van robberdoes. Ik wilde niet meteen de beste tekenaars en scenaristen in het voetlicht gaan brengen. En mijn enthousiasme daarover gaan delen met jullie. Maar ja, met het overlijden van Tome, dan gooi ik mijn hele schema gewoon helemaal overhoop. En dan ga ik gewoon heel onverwachts een video op zitten nemen over Tome en Jandri. De aanleiding is niet leuk, maar goed. Ja, het geeft mij wel de gelegenheid om weer lekker uit te geeken over robberdoes, want dat doe ik toch het liefst. En de video over die ik maakte over mijn eerste stripboek en mijn introductie aan robberdoes en Kwabbenoot, nou, dat viel in de smaak, dat vonden mensen leuk en die zeiden graag meer van dat soort video's. Nou, bij deze dan. Even, we gaan niet te veel stilstaan bij het verdrietige aspect, maar laten we vooral even stilstaan bij dat prachtige werk wat Tome gemaakt heeft en waar we in ieder geval nog heel lang van kunnen genieten. En ja, het is natuurlijk triest, rauw randje eromheen dat we geen nieuw werk meer van hem gaan krijgen. Daar ontkomen we helaas niet aan. Ik had een verhaal in mijn hoofd en ik ben het gewoon kwijt. Want dat is dus het lastige. Ik heb het echt geen tijd gehad om daar echt de goede voorbereiding te doen. Want ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben voor de andere video, die dus eigenlijk als tweede had gekomen, daar ben ik juist bezig om vrij uitgebreid van alles uit te zoeken en wat leuks voor jullie voor te bereiden. En dit is toch een klein beetje, ja, spur of the moment, vrij spontaan. Maar goed, je ziet natuurlijk al even wat alom zier. Even nog over die andere reeksen van Tome. En ook van Jandri, want die hebben natuurlijk veel meer gedaan dan alleen maar robbedoes. Kleine robben, daar kom ik nog even op terug, maar daar ga ik het niet over hebben. Soda ga ik in principe het ook niet over hebben, want ik heb al een keer een vrij uitgebreide video gemaakt over Soda. Die kun je ook op mijn YouTube kanaal vinden. Linkje staat in de beschrijving onder deze video. Dus ik beperk me nu echt even tot robbedoes en ik denk dat ik daar al, nou ja, uren over door zou kunnen praten. En dat ga ik niet doen. Ik heb hier even een greep van de albums neergezet en ik heb een andere greep heb ik even in mijn handen. Dit zijn even de albums die ik uitgekozen heb, omdat ik die toch even wat specifieker in beeld wilde brengen. Tome en Jandri hebben eigenlijk in 1980 zo'n beetje officieel robberdoes overgenomen. Alleen 1983 en 1984 zijn er nog wat andere albums verschenen. 3 stuks van Nick Broca en Raoul Cauvin. Ja, ik ga bijna zeggen, moeten we het daarover hebben? Niet in deze video. In 1984 verscheen het eerste album van de hand van Tome en Jandri. En dat is deze, Virus. Nou, toen ik begon met het verzamelen van mijn robberdoesalbums, ben ik ze echt op nummer gaan verzamelen. Dit was ook echt het allereerste album wat ik van deze twee mannen las. En ja, ik had meteen al zoiets van, wauw, die tekenstijl, die was fantastisch. Dus het was echt
echt weer een avontuur. Het was een spannend avontuur. En dat vond ik zo gaaf eraan. En alle albums die volgden, die waren eigenlijk gewoon van het hoge niveau. Ik bedoel, als ik ga kijken naar de albums, als ik heel eerlijk ben, dan kan ik geen album aanwijzen waarvan ik zeg van, nee, die vind ik eigenlijk wat minder. Als ik het heb over dit eerste album, het verhaal vond ik heel erg spannend, maar natuurlijk ook even de tekenstijl van Jean-Richard Geurts, oftewel Janri. En daarom zei ik even van, het gaat niet per se niet zozeer over twee mensen, maar eigenlijk over drie mensen. Want er is één ander persoon die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in de carrière van Tome en Janri. En dat is Stefane de Becker. En die verzorgde de inkleuring. En dat deed hij niet alleen voor de Robbedoes albums, maar ook voor Soda albums, voor de Kleine Robben en voor allerlei andere zaken waar deze heren mee bezig waren. Dus met z'n drieën hebben ze eigenlijk iets fantastisch neergezet hiermee. Waar heel veel lezers gewoon enorm van kunnen genieten. En niet in de minste plaats ikzelf. Want ik ben echt een hele grote fan van de periode van Tome en Janri. Die was van 1980. Nou ja, officieel laat ik het maar even zeggen 1984. Want toen kwam dit eerste album uit tot 1990. Toen kwam hun laatste album uit. Ze zijn met een heel bijzonder album gestopt. Jullie weten natuurlijk, als je Robbedoes een beetje kent, weet je allang welk album dat is. Ga ik nog niks over zeggen. Een ander album wat mij betreft er heel erg uitspringt, dat is toch eventjes deze. En nu ik al twee albums heb laten zien, en met deze is het natuurlijk al heel erg duidelijk. Het leuke vind ik aan Tome en Janri, dat zij vooral heel erg putten uit de rijke wereld die Franquin heeft opgebouwd. Rommelgum speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in de verhalen, maar er zijn verschillende personages uit de Franquin-periode die ook een hele belangrijke rol spelen in de albums van Tome en Janri. In Virus was dat John Helena, de moeraal. Ja, wat kan ik hiervan zeggen? Een soort van Zwendel. Zwendel Junior noemt hij zichzelf. Het album wat hier vooraf gaat, en ja, ik moet gewoon echt beperken, dus ik heb hem niet laten staan. Maar hij staat hier natuurlijk een klein beetje, hè? De komeet van de tijd. Ik hoop dat je het kan zien, want hij is een klein beetje in het hoekje hier zo. Daarin zit Aurelius van Rommelgum. En dat vind ik dan het leuke. Naast dat ze de allerlei bekende personen erbij hebben gehaald, hebben ze dus ook nieuwe personages bedacht, maar die dan afgeleid zijn van de personages die we kennen. Want deze Aurelius van Rommelgum, die ook in dit album weer een hele belangrijke rol speelt, is een afstammeling van de graaf van Rommelgum. En als je de komeet van de tijd leest, dan zie je dat dat eigenlijk zijn neefje is. En dat soort zaken, dat maakt het zo leuk dat ze daarmee die hele personages, die lijnen aan elkaar linken. En ook dat is weer het knappe. En dan zeg ik weer even, dat is dan echt wel de verdienste, vind ik, van Tome, de scenarist. Dat hij dat soort toffe verhalen wist te brengen, dat soort mooie verbanden weet te leggen. En daarmee gewoon hele geweldige verhalen weet te maken die Janri dan weer prachtig tekent en waar je dan als lezer van smult. En de komeet van de tijd en de terugkeer van Zed is eigenlijk daarmee een soort tweeluik. En het leuke is dat ze dat later nog een keer doen, maar daar kom ik zo meteen op. Ik kan hier natuurlijk ook nog van alles over vertellen, maar ik wil me toch een beetje beperken, want deze video zal al veel langer worden dan de bedoeling is. Ja, deze. Dit is een heel erg belangrijk album in de geschiedenis van Tome en Janri. Dit is natuurlijk begonnen een beetje als een leuk idee. Dit is een eerste stijlbreuk een beetje met de rest van de albums, want dit is eigenlijk een album met korte verhalen erin. En daarmee konden ze zich lekker een beetje uitleven. Er zit bijvoorbeeld een hartstikke leuk verhaal in van Robbedoes, die op weg is naar een kerstfeestje en die in één keer in zijn kraag gegrepen wordt, want hij wordt aangezien voor de piccolo van een hotel. En hij wordt gewoon naar binnen gestuurd, want hij moet gaan werken. Ontzettend leuk. Er zitten meer leuke verhalen in, maar het gaat natuurlijk even om het verhaal van de jeugd van Robbedoes. En ook hier gaan ze weer terug naar de tijd van Franquin. Want we zien Pinnekeshaar bijvoorbeeld nog even voorbij komen. Daar zit heel veel in. En dat is heel erg leuk. En echt een soort eerbetoon ook aan de voorgaande makers van Robbedoes. Er wordt natuurlijk ook heel veel grappen gemaakt over de uitgever zelf, Dupuis. En wat ik dan wel leuk vind is even, ik denk een universeel slechtste team wat Robbedoes gemaakt heeft, waarvan iedereen echt zegt van dat was niks. Die worden gewoon overgeslagen op een hele leuke manier. Maar toch,
Hè, als je goed leest, dit album heeft uiteindelijk gezorgd voor de spin-off De Kleine Robbe. Want ze vonden dat zo leuk. En met De Kleine Robbe hebben ze eigenlijk gedaan wat Frank Ken deed toen hij de Marsupilami creëerde. Ze hebben een eigen personage bedacht. Een eigen wereld eromheen. Want als je De Kleine Robbe gaat lezen, dat heeft vrij weinig te maken met de Robbedoes die we kennen. Zoals ze in een interview zeiden, Robbedoes was hun adoptiekind. Want dat ook zij zijn niet de bedenkers ervan. Maar zij hebben wel een hele belangrijke rol gespeeld in zijn leven. Maar De Kleine Robbe, dat was echt hun kindje. En het aan de ene kant voor hen heel fijn. Hè? De Kleine Robbe werd enorm succesvol. Er zijn inmiddels 17 albums van verschenen. Ik heb geen idee of er nog een 18e album gaat komen. Dat misschien toch al in de maak was voor het overlijden van Tome, dat weet ik dan even niet. Die werd op een gegeven moment zo succesvol dat ze daarom gestopt zijn met Robbedoes. En dat vind ik dan wel jammer, want eigenlijk wat er daarna gekomen is, is eigenlijk van mindere kwaliteit. Er zijn eigenlijk maar een paar periodes geweest dat Robbedoes echt fantastisch was. En dat waren Franquin en Tome en Jandri. En alles wat daartussen en daarnaast zat, ja, dat is gewoon niet van hetzelfde niveau. En dat is gewoon heel erg jammer. En ik gun het succes natuurlijk wel, maar ja, toch hè. Even over die personages die zij terug lieten komen vanuit de wereld van Franquin. Ik vergeet nog wat. Nou, er zit trouwens ook nog één dingetje uit Fourniers tijd uit, namelijk de auto. Die komt ook in De Jeugd voor Robbedoes naar voren. Maar hij staat een beetje verstopt hier. Robbedoes in Moskou, wat ik nog steeds een ontzettend leuk album vind. Wiebeling zit daarin. En ja, Wiebeling blijft toch een van mijn favoriete stripschurken ooit. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Ja, dit album, Paniek in Koudistan. En daar natuurlijk aangekoppeld even De Vallei der Bannelingen. Weer zo'n tweeluik wat een fantastisch avontuur met zich meebrengt. Wat heerlijk leest, waar ze tot het uiterste gedreven worden, zou je kunnen zeggen. En dan met name natuurlijk even dat tweede deel, De Vallei der Bannelingen. Ja, dat is zo'n geweldig album. En daar zit ook zo ontzettend veel in. Ik zat naar de Dark Crystal te kijken. En ik had zoiets van, eerst op Netflix en daarna ook de film. Dan zie je heel veel beweging in dat woud, zeg maar. Je ziet daar leeft van alles. En nou ben ik even benieuwd van wie heeft wie geïnspireerd. Want dat zie je ook in De Vallei der Bannelingen weer terug. Dat je daar in een oerwoud leeft waar allerlei rare wezens leven. En waar sommige dingen die lijken op planten bijvoorbeeld juist levensgevaarlijk zijn. Dat is zeker een van de allerbeste albums die ze gemaakt hebben. Wat ik ook heel leuk vind is dat er een hele leuke verwijzing in zit naar de Marsupilami. Hè. In die periode mocht de Marsupilami niet meedoen in de Robbedoes verhalen. Maar hun weten dat toch. Ja, iets van te maken. Dus echt absoluut fantastisch. Maar goed, hè, een hele hoop hoogtepunten, een hele hoop fantastische albums. Maar ja, uiteindelijk komt er aan alles een eind. En ik moet wel zeggen, Tome en Jandri zijn wel op een hele bijzondere manier gestopt met de reeks. Want hun laatste album is denk ik wel het meest spraakmakende album wat ze op hun naam hebben staan, als in een droom. En ik moet heel eerlijk zeggen, heel lang was dit mijn minst favoriete album van Robbedoes. Vanwege de stijl, vanwege het verhaal. Maar ik heb hem een tijdje geleden nog weer eens herlezen. En toen had ik toch wel zoiets van, misschien moet ik mijn mening toch maar eens bijstellen. Want het is uiteindelijk toch wel een heel sterk album. Het voelt wel heel erg aan als een soort soda-album. Vanwege de hele stijl van tekenen. Want die wijkt enorm af. Kijk, de voorgaande albums zaten ze vrij goed in die stijl van Franquin. Wel wat moderner, wel wat vlotter. Maar met Als in een Droom weken ze daar echt rigoureus van af. En gingen ze veel meer naar de stijl toe. Of tenminste, ging Jandri veel meer naar de stijl toe van Soda. Ook de zwarte kaders eromheen. Het gaf een hele andere, heel andere sfeer. Maar uiteindelijk blijf ik het wel een goed album vinden. En daarin vinden we een van de laatste personages terug die zij uit de wereld van Franquin hebben gehaald. Namelijk IJzerlijm. Die ook wat moderner is geworden en geen IJzerlijm genoemd meer worden, maar Sophie. Hele sexy meid. Dit is wel een heel bijzonder afscheid. En vanaf dat moment zijn ze zich volledig toe gaan leggen op hun reeks De Kleine Robbe. Ja, ik blijf het jammer vinden dat ze
met dit album gestopt zijn. Want ik denk als zij door hadden blijven gaan met Robbedoes, dan hadden we waarschijnlijk nog veel meer hele mooie albums, hele mooie verhalen gehad. Maar goed, ze hebben hun eigen weg gekozen en dat snap ik op zich ook wel. En daar hebben ze natuurlijk ook lekker hun eigen ding kunnen doen en dat gun ik ze van harte. Ja, en dan komen we toch weer terug bij het trieste. Het is gewoon afgelopen. Ik bedoel, ik kan er wel van alles aan gaan verzinnen. Maar het houdt nu gewoon op en dat vind ik toch wel triest. En ja, ik denk dat de hele stripwereld echt wel van slag is en verdriet heeft van het verlies van Tomo. Want ja, ik zeg al, hè, dit is zo'n fantastische schrijver geweest. Het heeft zulke prachtige verhalen geschreven voor Robbedoes, voor de kleine Robben, voor Soda, voor de Mazda-bende. Hij heeft nog andere verhalen gedaan. Ik weet je, ik kan er nog zoveel over vertellen. Ik heb waarschijnlijk ook zo ontzettend veel niet verteld wat ik misschien wel had aan moeten stippen. Ik bedoel, ik denk even aan bijvoorbeeld De Zwarte Straal. Een album waarvan ik wel eens me afvraag, zou dat in deze tijd nog steeds kunnen? Hè? In de hele discussie rondom Zwarte Piet. Ja, dan is dat toch wel een heel bijzonder album. Maar hun hebben het wel gemaakt. En er zitten nog veel meer elementen in die albums die ik niet heb genoemd. Maar ik zeg al, deze video is echt wel een van de langste video's die ik maak. Maar ja, dat weet je. Als ik over Robbedoes begin, dan, ik zou bijna zeggen, je gooit er een kwartje in en je houdt gewoon niet meer op. Ik ga wel ophouden, geen zorgen. Maar ik zeg al, het is een beetje spur of the moment. En naast Franquin is de wereld van Tome en Jandri zo rijk aan prachtige verhalen, aan fantastisch mooie tekeningen, zoveel bijzonders. Wat er gebeurt met Robbedoes en Kwabbenhout, echte avonturen. En daar draait het uiteindelijk om. Ja, ik kan nogmaals, ik weet het gewoon niet meer. Ik ga ermee stoppen. Lijkt me het beste. Ik denk dat ik genoeg heb verteld hierover en nou ja, wil je meer weten, laat je vragen in de comments achter of je ideeën of opmerkingen of jouw favoriete verhaal in de serie van Tome en Jandri of jouw favoriete herinnering aan Tome, laat dat achter in de comments, wat je maar kwijt wil, als het maar te maken heeft natuurlijk wel even met deze video, dat lijkt me wel zo handig. En ik weet dat het eigenlijk geen goede reden is, maar misschien is dit toch wel een reden van ga nog weer eens de albums van Tome en Jandri herlezen. En met name misschien zelfs die albums waar je dacht van, die vond ik wat minder. Hè, wat ik gedaan heb bij deze. Want wie weet, ja, komt die nu toch heel anders op je over. Nou goed, dankjewel voor het kijken naar deze ontzettend lange video over Robbedoes door Tome en Jandri. Binnenkort weer een wat kortere video. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.